Fabrikanten van vitaminepillen misleiden bewust consumenten om de verkoop op te drijven. En het opvolgen van de reclameslogans voor die supplementen kan zelfs gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dat zegt Teun van de Keuken. Hij heeft nu een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie. Jij viel over een bepaald zinnetje in een televisiereclame, Teun, van Swiss. Ja. Producent van vitaminepillen. Laten we dat even bekijken. Wist je dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamines eigenlijk het minimum is? En kom je daar wel altijd aan? De vitamines in Swiss zijn hoog gedoseerd. Swiss zit boordevol natuurlijke kruidextracten en bevat 2 keer zoveel ingrediënten als de meest verkochte producten. Zodat jij je 100% goed kan blijven voelen. Ontdek zelf het Swiss-verschil. Wat is er mis mee? Nou, het gaat eigenlijk om dat eerste zinnetje. Wist je dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid een minimum is? Dus deze fabrikant beweert hier in deze reclame dat er is een aanbevolen hoeveelheid, hoeveel vitamine je moet innemen. Die zegt, maar dat is een minimum. Dus eigenlijk, dus die fabrikant die probeert ons ervan te overtuigen dat we meer vitaminepillen moeten slikken. Ik zag die reclame en ik dacht, dat klopt niet. Dat is niet een minimum. Want die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is door de overheid vastgesteld als de norm om gezond te leven. Ja. Als je dat hebt. Dat is gewoon de norm van hoeveel vitamine je binnen moet krijgen en dan zit je goed. Juist. En dat is de norm voor de vitamine die je binnenkrijgt door je voedsel. En als je dan nog wat te weinig binnenkrijgt, dan kan je nog een pilletje nemen. Nou is het sowieso al zo dat de meeste mensen die pilletjes überhaupt niet nodig hebben, omdat er bijna niemand in Nederland is die vitaminegebrek heeft. Maar het feit dat dit het minimum zou zijn, daar viel je over? Daar viel ik over. En ik dacht, nou, dat klopt niet. Maar ja, ik ben geen wetenschapper of een kenner, dus toen heb ik mijn journalistieke werk gedaan in mijn vrije tijd, gewoon als hobby. Doe ik dat ook nog eens. Toen ben ik gaan bellen met eerst hoogleraar Jaap Seidel, die hier toevallig gisteren ook zat. Ik zei, klopt dat? Zei, nee, dat klopt absoluut niet. Is geen minimum, is gewoon hoeveel je nodig hebt, is geen minimum. Kijk, even meteen een foto ook van Jaap. Toen heb ik ook nog het voedingscentrum gebeld. Mm-hmm. Die zeiden ook, dat klopt niet. En toen heb ik uiteindelijk nog de hoogste instantie op dit gebied gebeld, namelijk de Gezondheidsraad. Dat is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut dat de regering adviseert. En die ook dus gaat over die vaststelling van hoeveel vitamine heb je eigenlijk nodig. Nou, dus, en die zeiden allemaal, het is geen minimum. Het is gewoon hoeveel je in totaal nodig hebt. Het is zelfs zo dat, dat die hoeveelheid is vastgesteld. En dat betekent ook dat sommige mensen zelfs minder nodig hebben. Maar het is absoluut geen minimum en het kan ook gevaarlijk zijn om meer te nemen. Oké, dus dat hele minimumverhaal is eigenlijk een leugen. Ja, en ik was er dus zeer verbaasd over dat, kijk, dat er in reclame natuurlijk een beetje onzin wordt verteld. Daar heb ik me helemaal mijn leven en mijn werk van gemaakt, dus dat weten we allemaal wel. Maar dat zo'n pertinente leugen die ook nog gevaarlijk kan zijn en ook zo eendimensionale leugen is, dat zo wordt verkocht. Ja, dat vond ik. Dat echt vond je brutaal. En wat is er dan gevaarlijk aan als je te veel neemt? Nou ja, daar kan je allerlei. Ik heb dat eventjes inderdaad toch maar even opgeschreven. Want ja, voor je het weet, weet je het niet. Maar een overdosis vitamine A bij zwangere vrouwen, dat kan leiden tot schade aan de ongeboren vrucht. Het kan leiden tot haarverlies en schilverige huid of spierpijn. Vitamine C, mensen denken vaak vitamine C, nou dat plas je allemaal wel uit. Nou, daar kan je ernstige maagklachten van krijgen. En een overdosis van vitamine B6 kan afwijkingen geven aan het zenuwstelsel. Ja, en dat dan het opmerkelijke daar, of pikant detail. Ja. Sven Kramer is ambassadeur van Swiss, van dit merk. Ja. En hij heeft jaren geleden last gehad van eigenlijk een structurele overdosis van die B6. Ja, we weten allemaal nog wel dat er was een jaar dat Sven Kramer opeens niet presteerde. Dat was opeens zo'n winter, toen stond hij ook gewoon naast de baan. Dat was niet die wissel. Dat was een coach die niet presteerde. Ja. Oh, ja. Maar dat kwam dus doordat hij een overdosis had aan die vitamine B6. Hij nam tientallen keren zoveel als dat je normaal gesproken nodig hebt. En hij kreeg dan een soort zenuwafwijking in zijn been, als ik me goed herinner. Ja, dus hij kreeg ook zo'n soort zwabber been. En dat is dus wel pikant. Dus hij heeft dus al een overdosis gehad aan die vitamine, waardoor hij dus niet goed kon schaatsen. En nu is hij dus ambassadeur voor dit merk. Ja. Dat is ook onze Olympische. Swiss tekent daar wel bij aan dat Sven een probleem had met vitamines, maar dat waren geen Swiss-vitamines die hij destijds nam. Ja. Dat wil wel hele even andere. Hele andere vitamine B's gedaan hebben. Ja. Doen ze dit puur om het meer te verkopen? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar die dozen die je bij hebt, je hebt zitten kijken, bij sommigen zit er 1600 keer zoveel
in werkzame stof als van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ja, dat is dat zie je hier dus bijvoorbeeld hier. Vitamine B2, 2857%. Vitamine B1, 4545%. Nou ja. Van exorbitant veel meer dan wat je zogenaamd volgens die richtlijn nodig hebt. Ja. Is dit gewoon om te verkopen? Is dit een bubbel? Nou ja, het is zo dat het is eigenlijk een soort vitaminewapenwetloop is er gaande. En mensen die denken van ja, ik heb vitamine nodig, ik voel me even niet zo goed. Dan gaan ze naar de winkel en denken ze, nou ja, goed, dit is 100%, maar deze heeft 1000%, die heeft 3000%. Nou ja. Als het niet schaadt, dan... Ja, baat het niet als schaadt het niet. Nou, dat is dus niet waar. En dat wordt steeds meer opgevoerd. Charles, slik jij vitamine nog erbij? Ik neem één, niet een ander merk, ik neem één vitamine-tablet waar alles in zit. Ja. En heb je het gevoel dat je het wel wil hebben of dat je het nodig hebt? Of denk je... Nee, ja, dat weet je niet zeker. Ik bedoel, het is mooi aanbevolen. Ja. Tom, neem jij ook wel eens een vitamine? Maar ja, af en toe. Maar er zijn dus ook merken die hebben bijvoorbeeld, maar 50% of 75%. Dan kan je dus veel beter doen. Daar heb ik nou bijvoorbeeld nooit op gelet. Wat jij nu vertelt, ik ga gelijk op mijn vitaminepillenflesje vanavond kijken. En misschien ik trap daar dus ook altijd in. Hè? Ik ook. Als je een beetje verkouden bent, denk je, lekker harken. Alles. Absoluut. Alles wat ze en hebben. En de duurste ook. Ja, en dan opeten, dat drinken, werkt. Bruistablet, alles. Heb je dat zwabberbeen op de kop? Ja, precies, dat is allemaal best. Maar als je ervan uitgaat dat je eigenlijk al genoeg binnenkrijgt, dan kan je als extraatje beter eentje nemen die maar 50% heeft. Teun, dit is allemaal heel moedig van je en zo, maar de reclamecodecommissie heeft jouw bezwaar meteen afgewezen. Ja, dus ik stuurde een brief naar de reclamecodecommissie. Dat was al een heel ingewikkelde toestand. En toen kreeg ik een brief terug van de voorzitter van die commissie. En die zei, ik maak gebruik van mijn bevoegdheid om uw klacht niet in behandeling te nemen. Dat vond ik heel raar, maar er stond wel bij, als u 15 euro overmaakt, dan kunt u hier weer tegen in bezwaar. Ja. Wat is die 15 euro? Is dat een kleine barrière om je af te schrikken? Een kleine barrière. Je kunt een hoop pillen verkopen voor 15 euro. Dus waarschijnlijk zijn ze bang. Maar je bent uiteraard in beroep gegaan? Ik ben in beroep gegaan, ja. Dat is, die zaak die dient de 25e januari. Want er is ook iets met hoe het gekeurd is eigenlijk, deze reclame, wat jou ook tegenstaat. Juist. Want wat het rare is dat zij zeggen, dus die fabrikant die zegt ook, ja, maar wij hebben deze reclame al voorgelegd aan een bepaald, een keuringsdienst van de reclamecodecommissie. En die keuringsdienst die heeft gezegd dat die reclame goed is. En dat is diezelfde dienst die vervolgens ook gaat uitmaken of de klacht correct is. En die dienst die zegt eerst, die zegt van tevoren al, nou, die reclame is goed. En vervolgens gaan ze na afloop nog een keer zeggen, nou, die klacht dus is niet de kans goed. Dat ze gaan zeggen dat jouw klacht gegrond is vrijwel nihil. Ja, want die gaan natuurlijk niet zeggen dat ze hun eigen werk slecht hebben gedaan. Ik denk dat dit nog een lang vervolg gaat krijgen. We horen graag wat de uitslag is. Wanneer weten we dat, trouwens, jouw hoger beroep? De 25e van januari. En als ze dus niet akkoord gaan, dan vecht ik dit uit tot het bittere eind. Dat dacht ik al. Teun, dankjewel. APPLAUS